Verloopt mondelinge of schriftelijke communicatie moeizaam? Heeft je kind problemen met leren lezen of rekenen? Eet of drinkt je baby moeilijk? Dan kan een logopedist helpen. Deze paramedische beroepsbeoefenaar stelt zulke stoornissen vast en behandelt ze. Een logopedist zorgt voor een betere integratie in de samenleving en vooral een betere levenskwaliteit. Logopedisten werken met patiënten van alle leeftijden. Ze behandelen hen niet alleen voor neus-keel-ooraandoeningen, zelfs snurken, maar ook voor neurologische aandoeningen als gevolg van een schedelletsel, een beroerte of ouderdomsziekte. In België werken logopedisten op basis van een doorverwijzingsbrief van de arts of zelfs op voorschrift. Ze werken afhankelijk van de aandoening samen met een multidisciplinair team, met bijvoorbeeld een psycholoog, diëtist, ergotherapeut, maar ook met de mensen in de omgeving van de patiënten, zoals de leerkrachten en ouders. De kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt worden altijd gegarandeerd door een hoog kwalificatieniveau van de beroepsbeoefenaar en door de erkenning van de gemeenschappen en het visum van de FOD Volksgezondheid. Logopedisten werken in verschillende sectoren, zoals zelfstandige praktijken, het onderwijs, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Meer weten over de andere paramedische beroepen? Bekijk dan onze filmpjes op health.belgium.be. Een initiatief van de federale overheid.